Rick Vermeulen, als je 4 keer op rij verliest en 6 van de laatste 7 wedstrijden, hoe diep zit je dan in het moeras? Ik denk minder diep dan andere mensen denken of ons zien willen praten. Ik denk dat wij weten wat we kunnen en dat we gewoon keihard moeten vechten en dat we dat vandaag gedaan hebben. En dat het af en toe ook gewoon even niet mee zat. Laat ik het daarop houden. Ja, vond je het een onverdiende nederlaag? Nee, niet onverdiend. Maar zij komen natuurlijk de eerste 20 minuten een aantal keer fantastisch door. En daarna zetten wij het om. En krijgen wij op zich ook nog wel redelijk wat kansjes om toch de aansluitingstreffer te maken. Die valt dan niet en dan blijf je wel vechten. Maar dan zit het er gewoon even nog net niet in. Het kwam een beetje over alsof Barendrecht het op halve kracht deed. Had je dat gevoel ook? Ja, dat weet ik niet. Daar werd ik net ook naar gevraagd. Maar dat zou je echt aan collega-spelers van Barendrecht moeten vragen. Ik denk misschien de middenweg. Dat wij best wel veel strijd erin gooiden. En gewoon er alles aan hebben gedaan om weer een aansluitingstreffer te maken. En dat zij misschien iets minder werden. Omdat het tot 2-0 stond. Ik zou het niet weten. Heb je je geërgerd in het veld? Nou ja, geërgerd is een groot woord. Ik denk dat er wel dingen gebeuren altijd die een speler, als het niet mee zit, dat er emotie bij komt kijken. Maar geërgerd niet, nee. Eigenlijk voltrok zich het drama voor jullie al voor de wedstrijd. Wat gebeurt er in hemelsnaam? Ja, ik weet niet, bij de warming-up, Rodi en ik raken in een botsing. En ik hoop dat het goed met hem gaat, maar volgens mij, ik hoop dat hij volgende week weer mee kan doen. Maar ja, dan zit het even tegen en dan gebeurt zoiets ook. En die botsing, dat is klungelig en kan gebeuren. Want wat is dan het gevolg voor hem en voor jou? Ja, mijn kuit die loopt vol. Maar daar heb ik weinig last gehad van in de wedstrijd. Ja, aan het eind, maar volgens mij liep bij iedereen de kuit vol. En bij hem, ik heb hem nog niet echt gesproken, maar volgens mij draaide hij zijn knie of zo. En hij kan gewoon echt niet meedoen vandaag. Ja, zonde. En heel vervelend, zeker voor hem ook. De uitslagen van de concurrentie waren niet ongunstig voor jullie. Wat dat betreft kun je daar nog hoop uit putten. Het feit dat de trainer terugkomt, kan dat nu voor de ommekeer zorgen? Ja, ik weet niet of je een ommekeer kan zeggen. Kijk, Arno en vandaag Hans Schakel, die hebben het fantastisch gedaan. Weet je. Die hebben het naar hun mogelijkheden gewoon ingevuld. En volgens mij moeten wij het op het veld laten zien. En een trainer kan weinig in het veld tijdens het spel veranderen. Dat moet ook gewoon door de groep gedaan worden. En af en toe moeten wij daar nog gewoon veel volwassener in worden. En weet je, als je vandaag weer ziet hoe af en toe met een jong team we spelen, dan... Daar moeten we heen groeien en daar kunnen we niet zomaar in één keer staan. Tot slot nog iets anders. Jullie hebben voor de wedstrijd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Sander Molenaar die deze week overleed. In hoeverre heeft dat FC Lisse bezig gehouden? Weinig. Ik denk dat er bij sommigen misschien een gedachte ging naar onze eigen leider die een tijd terug is overleden natuurlijk. Maar voor een Katwijk en zeker voor de familie omtrent Sander, dat is verschrikkelijk. Het is niet zo dichtbij dat wij er echt mee hebben gelopen. Het is een hele onwerkelijke situatie voor Katwijk, denk ik. En ik denk dat die het lastig zat krijgen met de verwerking hiervan. En het blijft triest om zulke dingen mee te maken.